En wij hadden nooit gedacht dat Lindsay nu ook al mee zou kunnen doen. Maar omdat ze zo vlijtig en zo doorzet en fantastisch gereden heeft... Ja. Heeft ze deze plaatsen bereikt. En het is echt... ik ben ontzettend trots op de... Ja. En ze zet door tot het einde in de kuur ook. Dus het is fantastisch. Ja, nou, zo, zijn alle ze reageerde zelf ook. Ja, ja, ze heeft heel veel talent ook. Ja. Hè. Dat, ze brengt het zelf mee. En dat maar wordt... waar komt dit van talent vandaan? Want u bent jaar in jaar uit met dat kunstrijden bezig geweest. Ook voor de NOS, voor Studio Sport. U bent naar de Spelen gegaan, heel vaak. Ja. Dit is niet zomaar een Olympische sport. Dit is een koningsnummer van de winterspelen. Ja, een moeilijk sport. Maar ja, als er niks ingestoken wordt, als er geen geld ingestoken wordt... Dan kom je nergens. Ah, kwestie van geld weer. Nou ja, dit is een hele dure sport. Heleboel. Dit is een duur sport. Daar kunnen wij niks aan doen. Maar hoe bijzonder is dit? Want jullie waren bijzonder, maar we hebben heel lang zonder deelname van enig niveau op dit onderdeel. 46 jaar. Half eeuw. Ja, dat wou ik maar zeggen. 46 jaar. 1976 was de laatste. Ja. En daarna is die sport natuurlijk... En dat was een half Amerikaans. Nou, ik wou zeggen, die sport wordt natuurlijk per definitie gedomineerd door de Russen en de Amerikanen, toch? Ja, ja, maar ja, als er geen geld in geïnvesteerd wordt om naar wedstrijden, om stages te lopen en te kunnen trainen. Ja. Is het echt alleen een kwestie van geld? Ja. Nou ja, het is ook want het vergt ook een bepaalde zware training voor de jonge meisjes, toch? Het is ook een kwestie, want ik wil toch even tot geld terugkomen... omdat het wel heel belangrijk is, omdat het een hele dure sport is. En daar dus door ons bond niet zoveel aan gedaan wordt.